Ja, het is aan het gebeuren. We hebben zelf nog mooi weer. De wielen staan vast. Ik kom juist de wasmachine leven. Ja, oké. Ik ben, dus ben alles in het werk aan het staan om die zetel daarvan voor te krijgen. Dat is al zo'n zetel van het juiste type. En ik heb hier... Ja, je moet de batterij loskoppelen als je die gordels loskoppelt, omdat je anders foutmelding krijgt dat je er niet zomaar uit kunt halen. En die stoelen zitten allemaal van voor. Kijk, met twee buiten daarin. En daarin met twee buiten vast. En een keer dat je die losmaakt... Dat zijn de dier. Een keer dat je die los hebt, moet je aan de achterkant gewoon ze hier overheffen. En die is juist hetzelfde, maar dat is hier een beetje afgewerkt, precies als hier gesloten. Dat is juist hetzelfde systeem. En ja, ik heb hier bij een dien heel de moeilijkheid was dat ik hier zat een verwarming. Die heb ik moeten loskoppelen eerst. Oké, het is op zich, ja, dit zou kunnen een heel slecht idee zijn, maar ik ga het toch doen. Het is 8 uur, het is al donker, het is bijna kerst. Het zijn de kortste donkerte dagen van het jaar. Maar kijk, ik heb hier, dat is die verwarming onder mijn voorste stoel dat ik eigenlijk zou willen verwijderen. Hè. Ik heb ondertussen begrepen van de garagist, maar ik heb begrepen dat dat hier koelvloeistof is van de motor. Nu, op dit moment staat de motor uit, dus denk ik niet dat er veel druk op zit. En dat lijken mij quick disconnect. Dus ik ga proberen van dat los te maken. Zie wat eruit komt. Elektrisch is dat al, heb ik dat al een tijdje los. Zie je, dat is deze schakelaar was, denk ik. Ja. Zo heb ik hier nu. Dat is eigenlijk. Dat is het elektrische onderdeel. Dat is eigenlijk nog redelijk eenvoudig. Zo. Dus dat is het elektrische component. Dat is gewoon een ventilator. Meer is dat niet. Die onder die stoel zit. Ja, ik heb het ondertussen al losgemaakt en van onder die stoel getrokken. Maar kijk, er zit ook nog. Dat. Dat is een radiateur, een soort van radiator. En dan die leidingen, die daar, dus dat komt daar gewoon in en terug uit. Dus daar ga ik die retour maken. Hè. En dan heb ik in principe hier alles, ja, dat is juist plastic behuizing, dat kan ook weg. Maar dan heb ik in principe alles vrij. Moet ik alleen nog zien voor die handrem. Hier van dat, kijk, dat zijn zo, volgens mij zijn dat clips die je maar één keer kunt gebruiken. Dus ik ga die gewoon proberen. Doorknippen of snijden, ja, dat weet ik nog niet goed. Ik denk, die moet ik eigenlijk loskrijgen. Ik hoop dat dat flexibel genoeg is, dat dat genoeg naar achter kan nog en die nodig. We gaan eigenlijk eerst dat doorlussen, de motor starten en rijden en zien dat dat goed werkt. Als dat oké is, dan weet ik dat ik verder kan kijken om die stoel eruit te halen. Nu lopen die twee leidingen hier, kan ik eraan omdat eventueel... Ja, ik ga dat niet laten leeglopen, want dat is de koelvloeistof van de motor. Hè. Dat lijken mij toch zo one-time use-only dingen. Hè. Ik heb er nu gewoon dat met tientang eraf geknipt en nu is dat, ja, nu is dat los. Die clip daar volledig afkrijgen. En dit zijn allemaal stukken van vloerverwarming. Dus dit ga ik bijvoorbeeld rond die buizen proberen leggen om die te beschermen. Ja, dat is gewoon een alternatief spanringetje voor herbruikbaar om die daar te vervangen dat ik kapot geknipt heb. En dit is een stukje vloerverwarming dat ik een beetje opgeschuurd heb. Vloerverwarmingsbuis hier. In de hoop dat dat er dan niet te snel afglijdt, die buis. Dat is ongeveer dezelfde diameter als dit ding. Dus ik hoop dat ik daarmee die twee los aan elkaar kan verbinden. En dit is trouwens... Die velletjes zijn super gevoelig. Kijk, hier heb ik een paar keer gewoon... Hier heb ik mijn lamp op laten vallen gisteren. Die is er van tussen. Het zit nog wel vol vloeistof. Zo. En hier moet ik nu die twee nog verbinden. En dan testrijden. Voilà, dat is de verbinding die ik voorlopig gemaakt heb. Dus dat stukje. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat er daar... Volgens mij als je hier op die knop duwt, dan schoot dat in gang. Maar dat was volgens mij alleen... dat ventilatorke. Dat is een elektrisch signaal naar dat ventilatorke. Het is gewoon die dat ik in het oog moet houden. Hier wat hem niet oververhit. Al de rest is volgens mij een systeem dat continu doorloopt. Het regent. Ja. De grief is hier allemaal aan het weg. Het vallen ook ondertussen.
Voilà, nu is dat helemaal vrij. Ik ga ook even een stofzuiger pakken, want het is het moment om dat een beetje te stofzuigen. Er komt een bekabeling onder. Zo, een ding is geplaatst. En genoeg kleren overal. Het enige dat ik een beetje over twijfel is, daar zie je die kink en die darm. Dat is sowieso nog verbeterd als ik daar twee, nu zit er gewoon een recht stuk tussen, maar als ik daar twee L-bochten tussen steek bijvoorbeeld, had dat al veel beter zijn. Maar ik ga nu zien wat, ik ga zo snel mogelijk die L-bochten zoeken. Ik heb deze er even uitgehaald, staat daar, ik heb die voet eraf gehaald. Want daar heb ik, van die heb ik die voet al behandeld. Maar die voeten waren al twee, kijk, hier ziet. Dat is allemaal wat roestvorming dat daarop zit, dus... Nu dan ze toch los zijn behandel ik ze ook een keer.